Renate Hemerik, directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Er komt een heleboel op ons af qua belastingmaatregelen. Er gaat heel veel veranderen in de leasing en ook voor wagenparkbeheerders. Wat is de status op dit moment? Nou, de status is dat we alleen de hoofdlijnen kennen. Dat er allemaal maatregelen op ons afkomen die niet alleen de auto van de zaak raken, maar ook überhaupt al het woon-werkverkeer. En het is even afwachten en daarna zullen we heel scherp zijn op de invulling, de uitvoering, de wetgeving en dat soort dingen. Ik neem aan dat jullie nu volop aan het lobbyen zijn. Wat is de inhoud van jullie lobby? Nou, wat wij in ieder geval willen is dat er heel goed gekeken wordt dat als er een pakket met maatregelen komt, dat in ieder geval mensen die een keuze hebben gemaakt in ieder geval een overgangstermijn hebben. Dus een goede overgangsregeling zal een van de inzetten van ons zijn. En natuurlijk zal het feit dat als iemand echt geen privégebruik heeft van de auto van de zaak, nul zou in principe ook moeten leiden tot nul bijtelling. Eind vorig jaar spraken wij zelf met de staatssecretaris en die gaf toen aan dat hij voorstander was van een staffeling van bijtelling. Waarom is die er niet? Nou, die is er niet. Hij is aan het werk op het gebied van bestelauto's. Is hij bezig om een regeling te maken voor een gestaffelde bijtelling. Dat is een project wat nog loopt. En deze maatregelen uit het Lenteakkoord, ja, die komen natuurlijk vanuit de hele actuele situatie. Dus de vraag is even wat daarmee gaat gebeuren. Ons inziens is financiën daar nog op aan doorwerken. Zullen ze dat ook voorlopig blijven doen? Maar als we het een en het ander met elkaar gaan verbinden, is de vraag wat uiteindelijk daar het gevolg van is. Zijn jullie bang dat de kosten voor dan wel leasemaatschappijen, dan wel eindgebruikers gaan toenemen? Ja, uiteraard. Ik denk dat het hele pakket van maatregelen, hoe je het ook bekijkt, is iets wat de werkgevers, maar ook de werknemers heel erg zal treffen. En dat is in zijn algemeenheid gezegd, hè, werkend Nederland gaat deze rekening betalen. Als het woon-werkverkeer niet meer belastingvrij vergoed mag worden, zou dat dan ook een positieve invloed op de leasevloot kunnen hebben? Dat zou kunnen. Het is even de vraag hoe het allemaal uitwerkt. Want we weten nu alleen de hoofdmaatregel, hè, dat woon-werkverkeer niet meer privé is, maar niet meer zakelijk is, maar privé is. Het is even de vraag hoe ze het in de details gaan uitwerken. En daar is nog niet iedereen het over eens. Dus dat laat nog veel ruimte voor ons om scherp te monitoren wat er gaat gebeuren. En ook proberen ruimte te creëren waarbij we de belangen van de leasemaatschappijen, hun klanten en hun bereiders zullen vertegenwoordigen.